Het ziet er prachtig uit. De zon beschijnt de strakke ijsvloer van het Zuidlaardermeer. Nou? Ja, prachtig mooi hard ijs. Dat belooft wel wat. Sommige nieuwsgierigen wagen de eerste schreden op het gladde ijs. Ook de voorzitter van de stichting Toertocht laat zich verleiden. Nou, wat is er gebeurd aan de zine? Het kan me net hem, maar het heeft niet veel over nog. Dus voor normale mensen op de schaatsen is het nog niet vertrouwd. Midden op het meer zitten nog duizenden ganzen in het water. Die hebben invloed op de ijsvorming. Ja, die honden heel lange lus. En uiteindelijk wordt dat wak, zeg maar, waar ze in zitten, wordt weer kleiner. Gaandeweg hebben ze steeds meer minder te water, zeg maar. Maar ze honden door die beweging dat ze zitten en elkaar een beetje warm. En dat houdt het heel lang open, ja. Maar daar kunnen we voor een deel ook wel in wennen, maar dan moet het wel wat kleiner worden. Voorzitter Keizer van de Toertocht op het Zuidlaardermeer is ook bestuurslid van de ijsvereniging Midlaren. De eigen ijsbaan kan vanmiddag wel open. En, wil het nog wel? Ja. Ben je blij dat de ijsbaan weer open is? Ja. Nieuwe schaatsen kunnen op de ijsbaan worden uitgeprobeerd. Kliksysteem? Ja. Dan kun je klunen als je wil. En ze klappen ook. En ze schijnen vooral lekker op natuurijs te schaatsen. Dit ziet er mooi uit. En wat mij betreft gaan we vanmiddag met de kinderen kunnen erop. En vanavond met onze nieuwe verlichting, die moeten we nog proberen, maar die gaat aan. Ja, en dan moet iedere schaatser hier naartoe komen natuurlijk. Want op het Zuidlaardermeer moet je nog niet zijn. In de hoek bij de Plankensloot houdt de strakke wind het meer nog open. Georganiseerde toertochten zijn voorlopig niet te verwachten, maar er is hoop. Dat hier in het weekend schaars kan worden, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar nogmaals, ook dan zeg ik even als voorzitter van de stichting Toertochten Zuidlaardermeer. We zijn pas als het veilig is, dat het ook echt veilig is. Er zijn al die mensen die dan natuurlijk al eerder zeggen van we gaan het proberen. Maar dat is op eigen risico.